Welkom bij deze aflevering van Koken in een Grot. Mijn naam is Nico Noorten en vandaag maken we een hele simpele lunch. Ik ben een zeurpiet als het over deze lunch gaat, of over de lunch gaat. Dat weet iedereen die de hobbewonencode heeft gelezen. Waarom ben ik daar zo'n zeurpiet over? Bereiden we onze lunch niet goed voor, dan vallen we terug op ongezond eten. Dat is een wet van mede en persen. Het maken van die lunch is lastig, want we moeten daar tijd voor inplannen en het komt eigenlijk altijd slecht uit. Dat is iets wat een moderne hobbewoner zich eigen maakt. Die neemt de tijd om een lunch voor te bereiden. Als die thuis is, is dat natuurlijk niet moeilijk. Dan kookt hij, maakt hij zijn lunch. Maar gaat hij op pad, zoals ik vandaag op pad ga, heb ik naar mezelf de verplichting om die lunch voor te bereiden. Doe ik dat niet, eet ik ofwel niet, of ik doe een greep naar iets dat ik eigenlijk niet zou moeten eten. En daarmee is alle gezondheid weer naar de knoppen. Wat eten we vanmiddag? Wat eet ik vanmiddag? Garnalen met witlof. Appeltje er doorheen. Ik maak eventjes een dressing. Ik ga proberen dat zo snel mogelijk te maken. De bedoeling is natuurlijk dat ik daar snel doorheen ben. Ik ga even laten zien hoe ik dat doe. Ik heb hier 60 gram kleine garnalen. Die staan al klaar. Die heb ik gewogen. Die staan hier op me te wachten. Ik ga snijden mijn witlof. Zo, deze lunch is voor één persoon. Maak ik die, dus dat is voldoende. Bij het snijden van witlof snij je niet helemaal door tot aan het einde, want dit laatste stuk, dat is niet te vreten. Wat ik nu ga maken is even het sausje wat zometeen, of de dressing die zometeen over deze salade heen gaat. Ik heb daarvoor twee eieren en daarvan ga ik gebruiken de dooiers. Ik weet dat er heel veel angst is voor het cholesterol in de dooiers van eieren. Maak je daar vooral niet te druk om. Wat ons cholesterolgehalte omhoog gooit, zijn verzadigde vetten. En moderne holbewoners krijgen nauwelijks verzadigde vetten binnen. Dus geen zorgen over cholesterol. Ik ga proberen dat eiwit er even uit te flutselen. Ik ben er niet erg handig in, maar als ik het kan, kan iedereen het. Zo. Twee eierdooiers. Daar meng ik doorheen een, wat zal het zijn, eetlepel citroen. Je kan het gewoon uitknijpen. Ik pak eventjes voor de sier die eetlepel erbij. Hier heb ik een eetlepel citroen, die gaat hier doorheen. Ik ga het heel even staafmixeren. Zo. En daar voeg ik aan toe. Ik heb dit geoefend, maar werkt niet mee. Ik voeg daar aan toe wat olijfolie. Niet te veel, klein beetje olijfolie. Zo. Die gaat in de afwas. Wat ik nu over heb, daar ga ik wat kruiden aan toevoegen. Ik begin met mosterdzaad. Daar ga je best wat van toevoegen. Zo, chili. Toe rustig aan met die chili. Ik gebruik daar soms te veel van en dat gaat dan de smaak overheersen van de garnalen. Dat vind ik zonde. Dus chili rustig aan. Dillen hoef je niet zo druk om te maken. Daar kun je best wel wat van gebruiken. Niet zoveel smaak aan. Paprika poeder. Daar kan je rustig een beetje van doorschudden. En uienpoeder gebruik ik in heel veel gerechten. Zo, dat hoef ik verder niet te kloppen met een machine, dat kan ik gewoon even roeren. En, wat ik natuurlijk bijna vergeten ben, de peper. En wat kan het schelen, ik ben dol op citroen. Beetje citroen nog erdoorheen. Dit is klaar, is eigenlijk voor twee personen, dus ik ga daar niet alles van gebruiken. Het gaat door de garnalen, klein beetje. Wat ik over heb, gaat de koelkast in voor een andere lunch die ik ga maken. Dit doe ik even door elkaar. En dan gaat doorheen de appel. Appel gaat in twee stukken. Ik gebruik maar de helft daarvan. De andere helft gaat weg. Kleine partjes. Natuurlijk had ik daar de klokhuis even uit moeten snijden. Kwaad kan het niet. Roer er doorheen. Wat we daar nog doorheen kunnen doen. Klein stukje
knoflook. Maar dit keer ga ik die knoflook niet in stukjes snijden. Die ga ik hier doorheen persen. Knoflookpers. Zo. Voilà. En dat geheel gaat op de witlof. Beetje dillen nog eroverheen. En hier heb ik een perfecte holbewoner lunch. Deze lunch kan ik zo serveren, maar ik ga op stap. Dus wat doe ik? Ik ga hem meenemen in de container. Ik roer nu wel, omdat ik hem meeneem, de witlof even door de garnalen. En dat gaat in de container. Ik ga een stuk wandelen. Lunch bij me. Eet smakelijk.